Ik kom binnen, ik ga koffie halen. Mooi niet dus, geen stroom. Beste reizigers, goedemorgen. Het is woensdagochtend, dus ik ben wat later. En Pieter is nu bij Jeroen aan het helpen om zijn bureau te installeren. Bij Jeroen thuis. Dus Pieter is er vanochtend niet, Jeroen is er vanochtend niet. Klinkt alsof ik een heerlijk rustige ochtend heb. Gisteren had mijn zus een berichtje gestuurd dat ze de oplader van haar laptop kwijt is en of ik er misschien een reserve had. Nou ja, het is altijd een beetje lastig met laptopopladers, dus ik heb wat reserveopladers opgesnord, maar die ben ik vergeten in te pakken. Dus nu weer even terug. Ik was nog niet in de stad, dus het valt mee, maar nou ja, ik ben nu wel nog een kwartiertje later op het werk. Terug. Ze lagen al klaar naast mijn rugzak, maar dat is niet genoeg. Nou, poging 2. Onderweg naar het werk. Alweer op woensdagochtend, bla bla bla, et cetera. Jammer, want ik dacht, ik kom binnen, ik ga koffie halen. Mooi niet dus, geen stroom. Oh ja. Ik kijk nou wat ik gevonden heb. Ja, dat denk ik ook. Voor degene die heel hard koffie nodig hebben, ik heb even een verlengsnoertje aangelegd, dus er is weer koffie. Oh, wel. Hola. Ik heb ze meegenomen. Ja, heel goed. We zijn wel een andere. Oh, oké. Okay. Even kijken. Oeh, dat is echt een klein stekkertje ook. Ja, in de bunk. Nee. Nee, allemaal niet. Oké. Okay. Andere kans. Namelijk, heb jij USB-C? Dat heb ik niet. Dat heb je niet. Oké, nou dan gaan we eens eventjes in het krat kijken. Zo. Weg. Mogelijkheid 1. Nee, ook niet. Ja! Het is één. Yes! Ja. Ik denk dat dit zou moeten werken. En die gaat er zeker in? 100%? 95. Ja, inderdaad. Kijk. Ja.
dan kan ik ook nog werken vanmiddag. Precies. Tussen plamuren door en het schilderen. Dankjewel, broer. Kan ik weer afleggen? Of, ja, of Morris hem verstopt heeft. Ja, dat is echt, zo echt. Hij krijgt geen zes cadeaus dan. Doei, dankjewel. Het was ook nog een beetje moeten roepen, want ik heb er een zout op gedaan, maar het viel op één hoop. Dus dan weet je dat. Dankjewel. Eens maken. Ja, maar hij heeft zo'n zin in de bepaalde kwaliteit. Het begint een beetje een ASMR-video te worden. Ja, maar nee, dit is echt verschrikkelijk. Die, dat is, dan is Gemma of zo, die gaat weer wat met dat ding doen. Maar gewoon een minuut lang, herrie. Maar kijk jij niet filmpjes van zeep dat gesneden wordt? Nee. Satisfying. Kijk niet. Ja? Ik vind wel, als je van die, dat er in heel veel stukjes gaat, in een patroon, dat vind ik dan wel mooi. Ja, dat is zo lekker om naar te kijken. Net zoals dit geluid. Is dit gewoon vervelend? Nou, weer vervelend. Dat geluid van, oh, van die papierzak. Ik vind het wel lekker geluid. Ja? Ja. Ik vind het leuk. Doe iets harder. Heerlijk. Ja. Dat verstemt ook echt alles, hè? Ja. Er is een aantal terugkerende thema's in deze vlog. Dat is natuurlijk dat ik het te druk heb. Dat ik regelmatig te laat ben. En dat ik een hekel heb aan regen. Dan is de auto een deeloplossing. Ik heb het niet minder te druk, ik ben wel iets minder te laat. En ik word niet natter dan ik al was. Dus dat scheelt. Inmiddels weer lekker thuis. En er is weer Engels voetbal. Oh nee. Jullie bedankt voor het kijken. Hashtag Kohlrabi. Elke dag vers. Om 4:55. Morgen. Ene laatste werkdag. Kerstborrel. Misschien krijg ik ook nog wat gedaan. En. We merken het wel. Tot morgen.